Iedereen weet, er is te veel zwerfvuil in het milieu en dat is heel schadelijk enzovoort en die microplastics. Dus daar hebben we denk ik geen discussie over. De discussie bestaat alleen van hoe gaan we dat oplossen? Hè? Wat is de beste manier? En dan vinden wij inderdaad statiegeld niet de ideale oplossing om een aantal redenen. Ik kan er een paar noemen. Eén, je pakt er alleen de drankverpakkingen mee aan. Alleen PMD, plastic en blik. Het is wel al dus, 40%, hè? Ja, maar goed, het is ook maar 40%. Dus al de rest, de helft, hè? Folies, 40% is niet de helft, hè? Folies, piepschuim, kauwgom, sigarettenpeuken, blijft allemaal ongemoeid. Dus wij vinden dat niet goed. Wat uit het buitenland komt, wat je in het buitenland koopt, zit er ook niet in. Nu al hebben we 7% drankverpakkingen die we in het buitenland aankopen. Dat zal meer worden, want als we enkel in Vlaanderen statiegeld invoeren, dan is alles wat wij in Brussel en in Wallonië kopen, en dat doen is we, ook het buitenland is dan ook buitenland, dus dat ja. zit er dan want goed, onze buurlanden hebben het eigenlijk al, zo'n systeem, de meeste van onze buurlanden. Ja, ook niet allemaal en ook op andere manieren, maar dat zou ons te ver leiden. Misschien nog een argument is ook een beetje het comfort van de mensen. Wij zijn eigenlijk vandaag wel, welke cijfers je ook neemt, wij zijn kampioenen in het verzamelen, inzamelen en recycleren vandaag. Onder andere door die fameuze blauwe zak, die PMD-zak, waarvan wij zeggen, dat moet ruimer, daar moet meer in kunnen.